heb ik een nieuwe hakbijtel gekocht. En die is niet helemaal naar mijn zin. Ik ben opnieuw gaan slijpen op de kop. Die was recht afgesneden. Daar zullen ze wel een soort snijmachines voor hebben. Scherp was hij niet helemaal optimaal, dus die heb ik eerst geslepen. Dan krijgt hij een beetje een smallere, langere snijkant. Een flauwere hoek. En de achterkant zie je dat het gewoon een soort ruw achterkantje is van staal. Die gaan we straks wetten dat dit helemaal spiegel wordt. Want dat is het geheim van een scherpe bijtel, dat die achterkant helemaal spiegel wordt. Bovendien heb ik nagemeten met mijn schuifmaatje hoe dik de achterkant en hoe dik de voorkant is. De snijkant, zeg maar. Dus ik vind dat die rugkant, die achterkant, die moet smaller zijn als de voorkant. Dan heeft die minder weerstand met het openbreken van het hout. Dus dat ga ik een schuin afslijpen. Hij was wel ietsje smaller, maar niet te veel hoor. Nog geen millimeter. Dat vind ik niet genoeg voor je hout. Dus er moet een lekker schuin kantje aan komen. Daar blijft hij nog stevig genoeg door. En als ik daarmee klaar ben, dan heb ik net al een stukje geprobeerd. Ik weet niet of ik dat kan laten zien op de. Maar ik denk als er straks meer is, dan kan ik er meer laten zien ook. Ik ga het eerst eventjes een kwartiertje slijpen. Dat hij niet brandt natuurlijk. Dus af en toe in het water houden. En dan ga ik hem schuin naar de rug toe slijpen. Ik heb mijn slijpmachientje onder een hoek gezet, dat ik meer ruimte heb om er langs te gaan. Anders zit ik steeds in gevecht met de spullen die naast de slijpmachine staan. Dus ik heb hem een slag gedraaid. Dus hij staat rechter meestal zo. En nou onder een hoek. En dan kan ik ook een beetje meer laten zien. Dan heb ik de rug smaller dan deze kant. Ik kan nog even nameten. Als ik deze hakkant, die is 12 mm, nou krap 11,8. En deze bovenkant is nu 9,8. Dus dat scheelt nog een stukje. Dus als ik nou hak en ik ga wrikken, dan heeft hij ook geen weerstand langs de kant. Ik heb hem nu geslepen. Zo, je ziet dat hij holler is geworden dan dat ik hem gekocht heb. Hij was recht. En nou ga ik hem hier eerst als een spiegel zo glad maken. Dat je erin kan spiegelen. En dan gaan we hem pas goed slijpen. De afwetten aan allebei de kanten dat hij haarscherp wordt. Dat scheelt wel een heel stuk in het werken. Dan begin ik met een grove steen, een zachte grove steen. En dan ga ik. Mijn werkbank staat erg te schudden, die staat op rolletjes. Die ga ik eens even afhalen. Mijn steen begint al een beetje uit te hollen, dus dat gaat dan neem ik nog de grovere kant. Dat mag wel. Kijk, die is nog recht. Dat doet het nog lekkerder. Maar ik heb natuurlijk heel veel zoden dwars opgesmeerd.
waardoor die helemaal hol geworden is. Nou, het gaat harder dan ik dacht. Dan druk ik flink hard aan. Dan sta je over een uur nog. Als ik de snijresten niet meer zie van die machine, dan hou ik op. Ik zie ze nog wel, maar het is al een stuk minder. Dus ik ga nu over op de hardere steen. Eentje van 1000 en 8000 heb ik. Ik begin met dat van 1000. Dan druk ik ook lekker hard erop. En dan licht ik hem vanuit het handvat iets op. Dat hij aan het puntje iets meer doet dan de rest. Want dat is belangrijk, dat puntje. Als die gaat glimmen, dan gaan we naar de nog hardere steen. Ja. Een beetje schoonmaken. Dus dan ben ik nog niet aan de voorkant geweest. Maar die achterkant, die moet glad zijn. Anders kan je poetsen of wetten wat je wil aan de voorkant, maar dan wordt die nooit scherp. Als je die achterkant niet helemaal glad hebt. Nou. Ik druk hier niet zo hard, want anders ga ik zomaar krassen in die steen maken. Ondanks dat hij zo hard is. En dan doe ik een beetje op het eind. Want ik ben bang dat hij dan hol slijpt. Gaat er ook over microhaartjes, hè? Die ik weghaal. Nou, zo mijn nagel te voelen is hier behoorlijk scherp. En als ik nou over mijn arm ga, kijk of die haartjes eraf snijdt. Ik zie resten van haren. Niet te veel, maar voor mij is dat genoeg. Ik ga die steen schoonmaken en hij is goed. Niet vergeten, daarna goed schoonmaken, want anders gaat hij roesten. Dat gebeurt echt heel snel. Ik zie nu al de roest erop springen. Dat is binnen 1 minuut. Dus dat klusje moet je echt gelijk daarna doen.